De regering en de vakbonden bij de energiebedrijven Suriname, de EBS, hebben een akkoord bereikt. Dit vertelt de bondsvoorzitter Steve Geerlings aan onze nieuwsdienst. Hij merkt op dat er een nieuwe loonreeks in voorbereiding is voor de werknemers. Hetgeen het grootste knelpunt bij de personeelsleden was. De bond is op 26 augustus kort in beraad gegaan omdat ze geen loonaanpassing hadden gekregen. Terwijl het niet meer te doen is met de huidige salarissen. Geerlings merkt op dat de gesprekken met de regeringsvertegenwoordigers vorige week gunstig waren. Dit was de reden waarom alle arbeiders het werk hebben hervat na de korte staking. De voorzitter wil niet ingaan op wat er precies is besproken met de regering. Hij wil wel kwijt dat het personeel voor nu dik tevreden is en dat er een stappenplan in de maak is voor de nieuwe loonreeksen.